Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 19 augustus. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en zometeen is de woonkamer aan de beurt om te doen. Ik heb eventjes twee dekbedovertrekken gewassen gisteren. Ik ga zometeen eventjes de handdoeken wassen. Dus eventjes lekker wat wasjes gedaan dan. Dus dat is altijd wel prettig. Gisteravond heb ik Het zal me een zorg zijn gekeken. Echt zo'n mooie serie. Ik moet even mijn horloge goed doen. Ik vroeg jou toch niks, Siri. Siri bemoeit zich graag met dingen. Ja, dat is gewoon echt een hele mooie serie. Die jongens die zijn zo goed met die oudere mensen. Het is wel heel zielig om te zien hoe Alzheimer zich kan ontwikkelen. Maar ja, die jongens die pakten het heel leuk op. Was ook de laatste aflevering, maar wel echt een hele mooie serie. Daarna heb ik het, ik weet er alles van Vips gekeken. Daarna heb ik de vlog afgemaakt. Die is af. Die moet alleen nog eventjes gerenderd en opgeslagen worden. Want ik zou nog wat beelden krijgen van Nathalie. Die heeft ze inmiddels ook doorgemaild. Dus die kunnen er straks bij. 13 geboden gekeken. Rex gekeken. De foto's zijn bewerkt. Dus dat was mijn avond. Op een gegeven moment ging ik naar bed toe. En ik kom de slaapkamer in en ik zie een mugje zitten. Nou, als je me langer volgt weet je dat ik een hekel heb aan insecten. Dus het was voor mij al vrij duidelijk, oké, dat mugje moet dood. Want ik kan, als ik ergens niet tegen kan, is het gezoem langs mijn oren. Ik denk dat heel veel mensen dat zullen hebben. Ik zal echt niet de enige zijn. Maar ja, toen had ik wat gepakt om die mug te vangen, was hij natuurlijk weg. Dus ik ging even met de zaklap van mijn telefoon, ging ik een beetje rond mijn kamer zo. Nou, ik kwam allerlei andere beestjes tegen, waaronder ook nog een klein spinnetje. Weggehaald, ik zag die mug niet meer. Dus misschien heb ik hem uiteindelijk nog wel gekregen of hij is misschien de woonkamer ingevlogen of de douche. Ik weet het niet meer, ik zag hem niet meer. Nou, ging ik mijn boek lezen. En op een gegeven moment leg ik mijn boek weg, want ik was klaar met lezen. Zie ik op het plafond zo'n raar spinnetje zitten. Die heb ik al wel vaker verteld, zijn van die kleine, dikkige, zwarte spinnetjes. Ik denk, nee hè. Nou ja, ik die spin gemapt met de vliegenmapper. Je mag mijn dieren haten vinden nu, maar ik ben als de dood voor spinnen. Dus ik durf ze gewoon echt niet te pakken en buiten te zetten. Durf ik gewoon echt niet. Nou, toen ging ik nog eventjes op mijn telefoon. Doe ik altijd even voor ik ga slapen. Nog even social media checken. En vaak nog even een YouTube filmpje kijken. Dus op een gegeven moment wilde ik gaan slapen. Zie ik in mijn ooghoek zie ik dus weer een spinnetje. Die hing zo bij mijn muur. En het leek eigenlijk precies dezelfde spin als dat ik die eerder had gemet, maar ik wist niet of ik hem goed geraakt had. Ik dacht, shit. Nou, toen heb ik een handdoek gepakt. Ik heb mini handdoek gedaan. En nou, toen was hij weg. Toen kon ik eigenlijk met een gerust hart gaan slapen. Oké, dat lukt niet helemaal. Want ik weet dat er beestjes zitten. Dan ben ik toch nog bang dat er nog meer zitten. Want ik heb ook wel eens gehoord dat spinnen met twee komen. Maar dat was echt zo vreselijk. Maar goed. Lente is vandaag alweer 4 weken oud. Hoe bizar hard gaat dat? Ik weet nog dat ik jullie 4 weken geleden vertelde dat ze geboren was. Ze is nu al gewoon 4 weken oud. De foto die in de vorige weekvlog stond van Lente, die is genomen op de avond dat ze geboren is. Toen ze weer thuis waren. En als je dat ziet hoe ze veranderd is in 4 weken, dat is echt niet normaal. Want in het begin was het gewoon puur Nathalie. En nu heeft ze gewoon ook meer dingetjes van Frank. Wat heel leuk is om te zien. Maar dan kun je zien hoe snel een kindje verandert. En ze is zo wijs voor de leeftijd. Ze wil overal bij zijn. Overal wil ze bij. Zolang ze maar bij Nathalie en Frank is. Lekker op schoot zit. Lekker knuffelt. Of in ieder geval gewoon erbij zit. Is het prima. Maar zodra ze er alleen in de bedje liggen is het huilen. Wat dat betreft heeft ze nog iets van de tante. Want ik was ook zo als baby zijnde. Nathalie was een hele makkelijke baby. Frank weet ik natuurlijk niet hoe die was als baby. Maar ja, dat, ze is zo verschrikkelijk wijs. En dat merkte ik natuurlijk al toen ik er vast had. Want ze wilde gewoon om zich heen kijken. Klein headbangetje is het. Echt waar. Dat gaat zo verschrikkelijk hard. Rond mijn verjaardag zal ik ze weer zien. Ik weet niet of ik ze nog eerder zie. Ik denk het niet. Maar in ieder geval rond mijn verjaardag. Gisteravond persconferentie gekeken. Er zijn ook geen verplichtingen natuurlijk opgelegd. Maar ik denk dat die nog wel zullen volgen. Want ik denk niet dat mensen, dit is een waarschuwing. Vaak gaat het niet helpen. Of een advies, hè. Je mag nu met maximaal 6 mensen in huis.
klein feestje vieren met de 1,5 meter afstand. Nou, dit is nog geen verplichting, maar ik ga ervan uit dat die toch nog wel gaat komen, denk ik. Want het is nu echt de vraag, gaan mensen hier zich aan houden? Dus dat is een beetje lastig. Dus ja, het is allemaal weer een beetje somber, maar ik had het ook wel verwacht. Want ik dacht, ja, weet je, we zijn echt niet zo van corona af. En nu blijkt het wel weer hoe snel dat gaat. Ik heb het raam lekker openstaan. Ik heb gisteren ook nog Ajax gekeken. Die hebben gewonnen. Het is 25,5 graden. Het is buiten geloof ik 25 graden. Het is in ieder geval niet zonnig. Het waait lekker door. Dus ik vind het dikke prima. Ik zal nog even naar kijken. En ik wil jullie nog even wat laten zien. Want ik had een pakketje binnen gehad. Dat ik had besteld. Het is 26 graden. Dus eigenlijk moeten de ramen dicht. Maar het waait nog wel lekker door. Maar pakketje. Ik had een nieuw hoesje besteld voor mijn horloge. Ik heb er nu een screen protector op zitten. Kijk, die is ook heel lelijk, want die is echt niet mooi meer. Er zit ook allemaal lucht onder. En er zit een siliconen hoesje omheen. Hij is transparant. Het vervelende is, dit hoesje moet er steeds afgehaald worden als ik hem wil opladen. En dat is gewoon heel vervelend. En toen had de vriendin van mijn vader, die had een heel handig hoesje. Want die heeft sinds kort ook een Apple Watch. Die had een hoesje. Die had zo'n hoesje. Ik zal hem er even uithalen. Dit is een koffer plus een clasp voor 38 mm. En deze kun je dus ook gewoon om laten zitten als die oplaadt. Ik zal hem even eruit halen. Kijk, het is gewoon zo'n koffertje die je eromheen kunt doen. Er zit dus een glasplaatje in en hier zit een heel klein plasticje om. Die moet er nog af. Ik ga hem van de week even opdoen als ik alles heb. Als ik hem weer moet opladen, dan doe ik deze eromheen. Want dat vind ik nu zo gedoe om het hele hoesje eraf te halen. Ga ik misschien ook weer even het originele bandje eromheen doen, want deze doet af en toe een beetje zeer. Dus die heb ik nu gekocht, dus ik hoop dat dit wat beter gaat. Ik ga nu eventjes aan de schoonmaken en dan zal ik jullie bijzetten. Daarna ga ik even blutchen. Dus dat is voor nu de planning. Zo, de woonkamer is schoon. Ik ga nu nog even knutselen. Dan ga ik even die beelden importeren zodat ik kan renderen. En dan kan ik dan gelijk zeven de vlog. Dus daar zet ik jullie verder niet bij. Dus ja, maar in ieder geval weer lekker schoon huis. En weer eventjes alle vliegen aan de voorkant opgeruimd. Dus ja, ik ben weer heel tevreden voor nu. Zo, inmiddels hebben de katten net gegeten. Het tijgertje was zo rustig aan het eten. Want echt gewoon genieten hoe rustig ze de bakje nu leeg had. Normaal is het echt een beetje een schroppopje, maar nu ging het goed. Ik heb mijn vinger even in een keukenrolletje, want dan zit je van die vette crème op, want ik heb er heel erg eczeem. En dat smeer je overal uit, alleen keukenrol is niet het beste. Ik pak normaal vaak een wc-papiertje, dat werkt net iets beter, maar oké. Ik ga zo even lekker relaxen. Vanavond kijk ik even Smeres. Ik denk een aflevering van Flikker Gent, want dat had ik opgenomen. En Hart van Nederland is pas heel laat in verband met de voetbal wat erop is. Ik kijk sowieso weer eventjes de quiz om 8 uur en om 9:30. De vlog is nu net klaar. Die is nu in ieder geval opgeslagen. Dus het is alleen nog even een kwestie van een thumbnail maken. En die kan ik
uploaden vanmorgen. Mijn artikel nog even schrijven. En dat is het eigenlijk wel. Voor de rest kijk ik de 13 geboden en Rex. Ik kijk, dit vel gaat nu, zie je dat? Ik krijg nu steeds hier overal, hier zit een stukje vel los. En hier krijg ik losse vellen. Dus dat komt allemaal door die sokken. Dus dat is op zich wel goed. Alleen hier wil het nog niet echt. En hier, want hier heb ik er het meest last van. Maar oké, de 2 weken zijn nog niet op. Ik ga zo eventjes alvast het eten uit de vriezer halen. Dan is het niet zo steenhard als ik het ga bakken straks. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 20 augustus. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen boodschappen doen. Dus ik zal vandaag niet echt vloggen. Althans niet waar jullie bij kunnen zijn. Ik ga om 3 uur boodschappen doen. En ja, dan als ik thuis kom, dan kunnen de katten eten. En dan is het waarschijnlijk alweer een eindje later. Maar morgen zal ik jullie dan wel weer meer erbij zetten. Morgen ga ik dan wel weer meer vloggen. Gisteravond heb ik gekeken naar 2 keer de quiz dus. Ik heb smeres gekeken, Flikke Gert, een aflevering. De 13 geboden. Ik heb daar nog 3 afleveringen van en dan ben ik er doorheen. En ik heb Rex gekeken. Het goede nieuws is, vanaf 27 september staat eindelijk Jane the Virgin seizoen 5 op Netflix. Hier heb ik zo intens lang op gewacht, want in Amerika is die vorig jaar juli 2019 al uitgezonden. En dat duurde zo lang voordat hij naar Netflix kwam. En elke keer was het al ja, waarschijnlijk met een jaartje. Dus ik dacht, nou, juli 2020 als ik geluk heb. Maar het kwam maar niet. En nu hebben ze dus bekendgemaakt vanaf 27 september. Dus daar ga ik intens van genieten weer als het komt. Maar het duurt nog wel eventjes. De vlog die heb ik ingepland. Ik heb mijn artikel geschreven. Het is alleen een beetje vervelend. WordPress. Mijn blog die draait op WordPress. Die heeft een nieuwe editor om te schrijven. En ik vind die editor dus totaal niet fijn. Want ik vond het oude schrijfgedeelte veel fijner. Als het goed is kun je die terugkrijgen. Dus daar ga ik ook eventjes naar kijken. Want dit was echt 10 keer niks. Want ik kreeg mijn titel niet boven mijn artikel. Wat ik ook deed. Ik kon mijn lees meer tag niet invoegen. Dus dat was allemaal een beetje minder. Dus ja, dat was een beetje balen. Maar voor de rest was het een prima avondje. Ik ga zo even vlees uit de vriezer halen, want dan kan ik vanavond nog iets warmer eten. Want ik heb nog twee keer van een beetje ingevroren. Kan ik dat mooi even uithalen. Ik wil ook straks even naar de Aldi in de hoop dat ik dit keer geluk heb dat de schnitzels weer zijn aangevuld. Maar dat is nog even afwachten. Ik zat een beetje te twijfelen qua kleding. Ik heb gewoon een jurkje aan. En op zich denk ik prima. Maar het is niet... Het is... Toen ik wakker word, is het raar. Ik heb gewoon dit jurkje aan met dat nep leren biesje hier aan de zijkant. Die komt ooit eens een keer bij de Action vandaan, maar ik heb er wel heel veel schik van. Hij zit inmiddels wel wat redelijk te groot, want volgens mij is het een emmetje of een elletje. En dat weet ik dus niet meer. Omdat ik hem al zulke jaren heb, ziet het dus niet meer zo heel mooi eruit als dat hij ooit zat. Maar oké, het is prima. Mijn workout is ook gedaan. Dus dat was wel fijn. Ik zal eens eventjes kijken hoeveel graden het nu is. 'Hij staat nog steeds op 24 graden, maar er staat ook dat hij vanaf 5 uur weer op 28 graden hangt en op 6 uur zelfs op 29 graden. Nou weet ik niet of ik dat heel serieus moet nemen. Hij zou tot 31 graden kunnen gaan. Hij staat morgen weer op 28, dus het is gewoon even afwachten. Inmiddels is het hier binnen een 25,5 graden, dus dat gaat op zich de goede kant op. Ik stond gisteren ook aan mijn moeder en naar Nathalie. Mijn moeder die zei die had 23,5 graden binnen. Nathalie die heeft volgens mij niet geantwoord daarop. Dat weet ik niet meer. Maar ja, weet je, maar mijn moeder heeft ook een rijtjeswoning. Dus natuurlijk heel anders. Maar dan kun je toch wel zien dat in zo'n klein woningje je warmte best wel blijft hangen. En juist het gekke is, omdat je denkt van... Je zet de ramen open, dus omdat het wat een kleinere ruimte is, gaat de warmte er sneller uit. Maar dat is dus niet zo. En ik heb een lieve heersbeestjesplaag. Ik heb achter elkaar lieve heersbeestjes in huis. Ook als de deuren dicht zijn, want ik heb nu natuurlijk vannacht met slapen heb ik alles dicht gehad. En ik kwam straks de keuken in, dus zat er weer een lieve heersbeestje. Wat ik wel even wil doen, wat echt even een doorn in mijn ogen is de lampenkat eraf halen. Want ik zal het jullie even laten zien.
Dit is het resultaat. Er zit al een beestje in. Nou, oh, hij stelt het niet eens scherp. Je ziet, als je heel goed kijkt, zie je allemaal zwarte dingetjes. Dus die ga ik er zo meteen even afhalen als ik heb stof gezogen. En die gaat er dan even uit. Dan zal ik jullie wel even laten zien wat erin zit. Want ik ben zelf ook gruwelijk benieuwd. En ik denk heel veel beestjes. Ik ga zo eventjes mijn sandaaltjes halen. Want omdat het toch een beetje regenachtig is, wil ik niet mijn Birkenstok-slippers dragen. Want dat, omdat de binnenkant, als die nat wordt, dat wordt zo verschrikkelijk lelijk. Dat vind ik zo smerig eruit zien. Dat doe ik niet. En ik heb mijn sandaaltjes eigenlijk ook nog weinig aangehad. Maar dat komt, als het 31 graden is, dan wil je eigenlijk het liefst niks aan je voeten hebben. Dan zijn slippers zijn oké, maar meer dan dat wil ik ook niet. Dus ik ga even de boodschappentas halen. Ga ik ook eventjes de papier weer verzamelen. Ga ik even stofzuigen en dan is het straks boodschappentijd. Maar ik zal jullie dus nog even laten zien wat er in de lamp zit. Zo, de lampkap is eraf. Zoals je ziet zit er een wesp in en wat kleine vliegjes. Dus ik ga dit even leeggooien en die ga ik gewoon even straks goed afwassen. Dan kan die weer fris erop. En daar, de rand moet ook even goed afgenomen worden, zie ik. Maar het valt me nog mee wat erin zit. Ik had meer verwacht. Maar al papier zit klaar, dat kan weg. Ik ga zo even schoenen aantrekken. Ik ga nog even wat drinken en dan ga ik zo meteen boodschappen doen. Dus dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Ik ben terug. De goede vriendjes van het leven zijn aan het lekker aan het eten. Kan ik jullie even de boodschappjes laten zien. Ik heb allereerst eventjes bij het trekpleister heb ik deze gekocht. Of was voor mijn verjaardag. Ik wilde heel graag de letters hebben, maar ze hadden geen 9. Ze hadden wel een 2, maar geen 9. Dus die ga ik nog even ergens anders halen. Maar dan heb ik in ieder geval party om op te blazen. En dit keer ga ik het goed doen. Dus die vond ik wel heel leuk. Dus die heb ik eventjes gehaald. Ze hebben me ook heel goed geholpen, want ik vroeg op een gegeven moment waar staat dat. Ja, daar en daar. Dus dat was wel heel prettig. Dan kan ik ondertussen de kat in de gaten houden en kan ik even de boodschappen laten zien. Dus. Even kijken wat we nog meer hebben. Ja, we hebben genoeg. Oké, ik zal het eens eventjes eruit halen. Ze hadden weer de Dolce Gusto in de aanbieding. Ik vind de latte macchiato caramel echt verrukkelijk. Dus die heb ik weer eventjes gehaald. Dat was 3 doosjes voor 10 euro. Dus die heb ik even gehaald. Dan heb ik een zakje chips. Super chips, naturel. Dit zijn echt hele lekkere. Deze was een eurotje. Die hebben die ribbeltjes. Die vind ik heel lekker. Dan heb ik even snijbandjes gekocht voor maandag. De bonen, want die waren lekker in de aanbieding. Dus die heb ik gehaald. Ik heb weer even nieuwe handschoentjes gehaald. Ik had mijne aangebroken en dan neem ik gelijk een nieuw pakje mee. Bij de rest heb ik frietsaus gekocht. Aardappelschijfjes. En uiteraard stukjes. En een zakje, of een pakje met verband. Want dat heb je nodig. Dan ben ik even de krant eruit. Bij Lidl geweest. Bij Lidl heb ik de slavinkjes gehaald. Weer even de toilet cleaning wipes. Die vind ik heel erg fijn. Die hebben ze af en toe. Het is gewoon lekker om tussendoor een keer dit af te nemen. Ik heb spekjes gehaald. Ik heb weer eventjes deze Rose Garden Air Freshener gehaald. Ik vind het heel fijn om fresheners in huis te hebben. Dus ik heb nu weer eventjes een keer deze meegenomen. Die hebben ze ook niet altijd. Volgens mij heeft hij een beetje moeilijk met scherp stellen. Ik heb eventjes ook weer mondwater gehaald. Dat zijn ook van die dingen die graag op voorraad zijn. Ook deze heb ik weer gehaald. De bamboe, die is heel lekker. Kan ook heel fijn zijn voor in het toilet. Gewoon als toiletverfrisser. En als laatste bij de Lidl heb ik de ontstopper gehaald. Mijn gootsteen die spoelt niet echt lekker door. Dus die hadden ze een ontstopper. Bij de Aldi heb ik chocomel gehaald. En dit scheelt 15 cent bij de plus. Want deze was 2,02 euro. Alle beetjes helpen. Ik heb even vuilniszakken meegenomen. Dat is ook altijd wel prettig. Die waren ook maar een eurotje bij de Aldi. En die zijn 60 liter. Ik weet niet waarom ik alle kluisje erbij vandaag heb. Dan heb ik weer een grote schnitzel. Die was er weer. Was ik heel blij mee. En het laatste wat ik haalde was dit tuniekje. Kwam ik tegen. Die lag voor 2,50 euro. Lag die in de uitverkoopbak in een esje. Die vond ik super leuk. Bij de kassa was deze nog een eurotje. En nog een t-shirtje.
En dat is Tropical Vibes. Een blauwe. Deze was eigenlijk 2 euro. Nee, deze was gewoon 2 euro. Ja, deze was 2 euro. Dus dat vond ik wel een koopje. Ik vind dat altijd zo leuk bij de Aldi dat je dit soort dingen tegenkomt. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Ik ga straks lekker eten en douchen. Vanavond kijk ik het schoonmaken met Rowan en Rozan. Rowan en Louisa. Ik kijk het quizje en ik moet eventjes een hele grote reeks met foto's bewerken. Dus dat wordt verder mijn avondje. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga dit allemaal even opruimen. En dan nog even lekker relaxen. Want ik heb een beetje hoofdpijn, maar dat komt omdat je steeds van binnen naar buiten gaat. In de winkels is het super cool. En buiten krijg je echt een klap voor je hoofd. Omdat het zo warm is dan. Maar goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 21 augustus en ik ben klaargemaakt. Vandaag is de slaapkamer aan de beurt met schoonmaken. Dus ik ga straks lekker mijn bedje verschonen en even alles weer afnemen. Ook wel even fijn, aangezien het echt vol beestjes zit. Heb ik jullie gisteren die lamp in de keuken laten zien, die lampenkap die vol beestjes zat. Die heb ik ook daadwerkelijk afgewassen. Even helemaal schoongemaakt. En wat ziet mijn oog gisteravond? Er zit alweer een vlieg in. Hoe dan? Echt, waarom heb ik dit? Dit is echt super vervelend. Heb ik hem net helemaal schoongemaakt. Maar ik haal hem er van de week wel weer eventjes af. Maar de kans is best wel aanwezig dat er nu nog meer beestjes in gaan komen. Aangezien je toch nog steeds de deuren wel open houdt. Het is hier nu weer 26,5 graden binnen. Dus ik hoop hem nog steeds wat naar beneden te krijgen. Het is buiten ook weer 29 graden, zegt de app. Maar die gevoelstemperatuur die is er niet, omdat het best wel waait. Het waait zo hard dat mijn schilderijtjes van mijn muur af zijn gewaaid. Kijk, er hangen er nog maar 2. Dus ik heb er hier nu 2 liggen. Die ga ik nog wel ophangen, uiteraard weer. Maar dat heeft nu niet zoveel zin, omdat de ramen openstaan. En het gewoon blijft waaien. Dus ik denk dat ik dat gewoon vanavond doe, zodra de deuren en de ramen weer dicht zijn. Dus ik ze dan weer ophangen, of einde van de middag, mocht de wind wat gaan liggen. Gisteravond kwam Frank nog even langs. Dat was begin van de avond. Ik hoorde mijn telefoon overgaan, maar die ging eigenlijk maar heel kort over. Ik dacht even kijken wie mij heeft gebeld. Toen zag ik Frank staan. Ik dacht, Frank die belt mij nooit. Ja, het is ook niet nodig. Dus dan hoef je ook niet te bellen. Dus ik belde hem even terug. En toen zei hij van, ben je thuis? Ik zei, ja. Hij zegt, oh mooi, zie je me zo. Even flesreview. Het was namelijk zo. Frank was aan het fietsen. En hij had al best wel wat kilometers erop zitten. En toen kwam hij in dit gebied. Toen dacht hij, bekend gebied. Laat ik me even bellen of ik mijn fles kan hervullen, flessen. Hij had 2 flessen bij zich. Want het was toch nog best wel een aantal kilometer naar huis toe voor hem. Dus ik had hem eventjes een glaasje cola aangeboden. Dus die heeft hij eventjes gedronken. Ik dacht, het is misschien wel even lekker een beetje suiker. Hij had eigenlijk de intentie om wat te gaan drinken op een terrasje. Maar zijn fiets kon niet op slot. En het was ook zo van, het is nu niet, je gaat nu niet zo makkelijk een terras op. Want je moet je hele gegevens achterlaten. En ja, als je gewoon even gauw een drankje wil doen, weet je. Ja, hij had zoiets van, laat maar, dan hou ik het gewoon bij fietsen. Dus, toen had hij dus even een glaasje cola gedronken. Toen even wat gekletst over lente en eventjes over mijn oma gehad. En toen ging hij weer naar huis toe fietsen en had hij in ieder geval weer genoeg water. Dus, wat was dat? Gisteravond heb ik gekeken naar Louisa en Rowan, het schoonmaken. Een zielig verhaal ook wel. Een vrouw met 4 kinderen die het eigenlijk allemaal niet echt op de rit had. Een tijdje dakloos geweest. En nu sinds 3 jaar had ze een woning. En hun gingen dus helpen schoonmaken weer. Best leuk om te zien. Ik vind het sowieso altijd wel heel leuk als je van bijvoorbeeld een hele rommelige kamer een hele nette kamer ziet. En ze schilderen ook. Ze zorgen ook voor nieuwe gordijnen. Soms gaan ze naar de kringloop voor bijvoorbeeld een nieuw bed of een nieuwe lattenbodem. Dat soort dingen. Dus ja, er wordt best veel geregeld. Dus dat was wel leuk om te zien. Mickey niet op het schilderij alsjeblieft. Daarna de quiz gekeken. Was ook leuk. En ik heb de foto's bewerkt voor mijn artikel voor vanavond. Het wordt wel een groter artikel, dus ik had wat langer werk. En ik heb de 13 geboden gekeken. Maar weet je hoe het komt omdat ik steeds in de war raak? Er zijn dus officieel maar 10 geboden. Ik wist dat helemaal niet. Ja, als je daar niet in thuis bent, zul je dat niet weten. Maar er zijn dus nog 3 geboden bij. Heeft die persoon erbij
bedacht waardoor ze het programma 13 geboden hebben genoemd. Ik heb een vermoeden wie de dader is, maar als diegene het is, dan zou ik het heel gek vinden. Ik vermoed namelijk dat het een van de regisseurs is. Maar ja, ik weet het nog niet. Ik zal er de aankomende dagen achter komen, want ik ga nu de 3 laatste afleveringen in. Dus heel spannend. Ik heb gekeken naar Smeres. Ik moet zeggen, ik vind seizoen 4. Ik heb nu seizoen 1 tot en met, ja, 4 is nog bezig. Seizoen 4 vind ik van de 3 seizoenen die ik nu gezien heb tot nu toe de beste. Ik weet dat er ook een seizoen 5 is, maar er zijn geloof ik maar 3 afleveringen van. Ik weet niet waarom dat is, maar er zijn maar 3 afleveringen van gemaakt. Maar ik ben heel benieuwd. Ik vind het echt heel spannend. Dus het was een prima avondje, lekker gegeten en ja, lekker met dingen gewoon gedaan. Nu ga ik hier zo even stofzuigen en ga even de boodschappen naar boven brengen. En ga ik lekker aan de schoonmaak in de slaapkamer, zal ik jullie bijzetten. Dus gaan we doen, hè, muis? We hebben veel beestjes weer, hè? Ook weer heel veel lieve heersbeestjes. En niet zo leuk al die beestjes in huis, hè, muis? Ga je helpen schoonmaken, ze? Goed, wij gaan even stofzuigen en maar eventjes wat doen. Ik denk dat ik geen wasje ga draaien, want het hangt hier allemaal nog best wel vol. Dus ik denk dat ik dat volgende week maar weer ga doen, want ik denk dat dat nu niet heel veel gaat worden. Dus laten we aan de slag gaan. Gewoon een slaapkamer verder en dat voelt weer heerlijk aan. Ik heb net even op de grond gezeten bij de kat tijdens het eten. En ja, het is gewoon heerlijk. Weer lekker schoon bedje. Het is wel jammer, de deur of het raam hier is dichtgewijkt. Dus die kan zo meteen weer openen. Kan de deur even dicht. Kan toch weer een beetje doortochten. Het is toch best wel warm buiten. Eigenlijk de deur ramen dicht moeten houden. Maar het is hier zo benauwd. Dus hier inmiddels ook weer 27 graden. Dus dat gaat lekker. Even een update omtrent het mijn voeten. Waarschuw me vooraf, ze zijn niet heel schoon, want ik heb de hele tijd op blote voeten gelopen. Dus straks met douchen zijn ze weer schoon. Kijk, dit laat al helemaal los. Dit gedeelte is al helemaal los. Dit laat al helemaal los. Hier is al heel veel... Oh, hij heeft een beetje moeite nu mijn scherp zetten. Dit is al helemaal los. En hier gaat het echt ook best goed. Hier heb ik heel veel losse delen. Nou, hier al onder mijn teen begint het al. Ja, het verbaast me eigenlijk dat het toch wel heel erg goed gaat. Ik had het niet verwacht, maar ik ben eigenlijk best wel tevreden over die sok. Maar uiteindelijk eindoordeel zul je in de review lezen. Maar ja, ik vind het toch wel heel geweldig. Je mag ook niet aan het vel zitten. Dus dat is wel even een dingetje om het te laten zitten. Dat is soms een beetje moeilijk. Maar ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden hoeveel dood vel er gewoon afkomt. Dat is verbazingwekkend. Ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga straks lekker douchen en eten. Ik ga even de bakjes opruimen van de katten, want daar struikel ik nog wel eens over.
Vanavond, ik moet een artikel schrijven. Ik moet de video in elkaar zetten. En ik ga 2 afleveringen van Flikken Gent kijken die ik had opgenomen. Want die ga ik nog even kijken. Want er is verder eigenlijk niks op te noemen. Gewoon op televisie wat ik leuk vind. En uiteraard kijk ik later vanavond Smeerders en de 13 geboden. Dus ja, op zich nog wel even een druk avondje. Omdat ik voor de blog en YouTube aan de gang moet. Maar op zich, weet je, voor mij is het zijn het hele normale avond. Ik ben dat heel gewend. Ik ben het gewend om urenlang achter de laptop door te brengen. En op zich is het ook niet erg. Maar als het wat warmer is, dan is het best wel. Dan krijg je het zelf ook wat warmer. Dus dat is wel wat vervelend. Maar in ieder geval, ik ben lekker productief geweest. Ik ben er tevreden over. Ik heb de groente ook al afgehaald. Dus misschien dat ik straks mijn nachtlak nog even ga verwijderen. Maar dan moet ik even kijken of ik er zin in heb. Anders doe ik het morgen. In ieder geval, ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus even lekker relaxen met een open raampje. En dan zou ik weer eens zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 22 augustus. Ik ben klaargemaakt. Vandaag weinig op de planning. Ik heb net even een stof gezogen. En ik ga even een wasje opvouwen. En ik even bullet journalen. Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik mijn sportsessie weer gehad. Dus dat was heel prettig. En ik kijk even waar ik jullie verder nog bij zit. Dan moest ik zo even mijn kaartje legen. Gisteravond is mijn avond even minder leuk geëindigd. Want mijn enkelbandje is geknapt. En daar baalde ik heel erg van. En ik had wel gelijk zoiets van, ik wil hem eigenlijk bij in de woonplaats van mijn moeder wegbrengen. Daar kwam die ook vandaan. En ja, ik had daar gewoon met de juweliertje die hier zit, die vond ik niet zo betrouwbaar. Ik vond hem heel erg duur, dus had ik niet zo'n fijne ervaring mee. Toen was het even de vraag, hoe kwam die bij mijn moeder? En ik wist dat Nathalie vandaag met Lente bij mijn moeder ging logeren. Dus ik had haar geappt van, joh, als ik hem ophang aan de deur, zou jij hem willen ophalen? Nou, toen zei ze eerst, kun je niet Daro wegbrengen in mijn woonplaats dan? Handig gelijk me. Ik zeg, nou ja, even het verhaaltje uitgelegd. Hè, dat ik het niet zo betrouwbaar vond, dat ik een beetje duur vond. Nou, zegt ze, weet je, hang hem maar neer en dan kijk ik wel. Maar ik weet niet of ik eraan denk, want ik ben nogal vergeetachtig. Dus ja, geef me. Die hang hem wel op en dan zie ik wel of dat je hem hebt opgehaald. Maar die had hem dus opgehaald, dus dat was heel erg fijn. Dat zij hem al had opgehaald, dus die ging bij mijn moeder. Dan kan mijn moeder van een week een keer als ze tijd volgende week even wegbrengen naar de juwelier en dan kunnen ze hem solderen. Verder heb ik gisteravond 2 afleveringen van Flikken Gent gekeken. Dat was wel leuk. Ik ben nu eindelijk erachter wie de moordenaar is in de 13 geboden. Misschien moet ik het niet vertellen, want dat is misschien voor jullie niet zo leuk. Misschien willen jullie de serie nog kijken, dus ik denk dat ik het maar voor me hou. Daarna Smeerders gekeken. Ik heb mijn video in elkaar gezet en ingepland. Die staat online. Mijn artikel is online gekomen, maar ik ben nog steeds niet blij met WordPress. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. Ik ga zo eventjes wat dingetjes doen en ik kijk even waar ik jullie verder nog bij kan zetten. Want ja, het is niet zo heel spectaculair en ik moet zo even het kaartje legen. Het is wel lekker wat koeler buiten. Kijk hoe graag het is. Het is nu 23 graden en bewolkt, dus dat is wel lekker. Ik kan het weer een beetje doorluchten, want het is binnen ook inmiddels weer 26 graden. Dus hij ging gisteren ook weer naar 27. Dus ik ga even wat dingen doen en dan zal ik even kijken waar ik het liever nog bij kan zetten. Maar in ieder geval hebben jullie wel even kunnen zien dat ik goed bezig ben geweest met sporten. Dus ik ga even wat doen.
camera was weer leeg en mijn make-up is heel erg uitgelopen. Ik heb heel erg last gehad van tranenogen. Dus vandaar dat het allemaal heel leeg eruit ziet. Maar ik ga het straks toch eraf halen om te gaan douchen. Eigenlijk wel een beetje kunnen doen wat ik wilde. Even lekker het wasje heb ik opgeruimd. Ik heb lekker even geknutseld. Dus op zich wel even lekker bezig geweest. Maar ik merk dat ik gewoon een beetje lastig van mijn spieren. En daardoor iets minder productief word. Het raam is inmiddels ook weer dichtgewaaid. Want het is heel erg weinig. En dat ik de deur en het raam open heb, dat gaat niet samen. Gisteravond heb ik wel mijn nagel ook voorbij. Dus straks ga ik even meteen weer afhalen. En dat eelt, dat gaat echt super. Het gaat echt steeds meer. Ik heb echt steeds meer plekken. Maar dat zullen jullie in de foto's wel gaan zien. En als raad ik het morgen wel even. Dan moet ik nu een beetje onhandig. Wacht, ik zal de camera even draaien. Kijk even hoe mijn voeten eruit zien. Dit ziet er heel lelijk uit natuurlijk. Maar kijk eens hoeveel vel er nu los aan het laten is. Bij de andere is het precies hetzelfde. Hier zo en hier helemaal. Het werkt wel echt, die eeltsokken. Nu is het wel de bedoeling dat je hiervan afblijft. En dat is best lastig. Maar straks even, als ik gedoucht ben, dan is het heel zacht. En dan kan ik het heel zachtjes misschien een beetje, een klein beetje verwijderen. Want dit gaat met lopen sowieso los. Maar dat gaat dus echt super goed. Ik ben eerlijk gezegd best wel verrast dat die sokken dit teweeg kunnen brengen. Ik zal ook weer eventjes voor en na of even een paar foto's maken. Want morgen is het natuurlijk ook een week geleden. Dus dan, ja, zo'n review kost even wat tijd. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik eigenlijk All Together Now. En ik heb Van God Los nog opgenomen gisteravond. Dus dat ga ik kijken. Ik denk dat ik even wat aan de vlog alvast ga doen. Want verder is het toch niet heel veel bijzonders. Ja, je hebt vanavond ook Sam op RTL Lounge. Dat is ook wel leuk. En ja, verder ga ik weer met Netflix verder. Ik ga dus kijken naar de 13 geboden. Ik heb vanavond weer Smeres. Wat nu wel echt super spannend is. Ik zei het gisteren al, maar dit seizoen dat is het echt wel. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga verder toch niet zo heel veel meer doen. Dan toch even lekker relaxen. Even genieten van de lagere temperatuur hier in huis. Ik heb het nu voor het eerst sinds weken ook echt weer koud. Dus nou, daar heb ik heel lang op gewacht. Dus dat is wel prettig. Dus ik denk dat ik straks gewoon na het douchen lekker een lange broek aan doe. Misschien dat ik gewoon ook wel eventjes een t-shirtje pak. Ik heb nu steeds een hemdje aan, maar een t-shirtje kan hier ook prima. Dus dat is eigenlijk even de planning. Ik heb de frietjes er al even uitgelegd, zodat ze een beetje zacht kunnen worden. Want dat vind ik altijd wat lekkerder, omdat ze keihard zijn. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga nu verder toch niet meer doen. Want het was toch al met al nog best wel een productieve dag. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 23 augustus. Ik heb net eventjes lekker video's gekeken, even wat folders gekeken. En nu zit ik gewoon even lekker op de bank. Ik ben nog een beetje aan het napuffen van de sportsessie. De app die ik gebruik, daar kun je zeg maar kiezen uit 3 verschillende oefeningen. Dus je hebt oefening 1, of je hebt deel 1 met 10 oefeningen, deel 2 en deel 3, ook beide met 10 oefeningen. Nou heb ik vorige week deel 2 geprobeerd, die viel me te zwaar, dus die heb ik toch maar niet afgemaakt, weer teruggegaan naar deel 1. En nu heb ik bij deze oefeningen, heb ik, bij de armen heb ik ook deel 2 gepakt. Die ging op zich wel, maar de andere oefening met deel 2, die vond ik wel heel zwaar, dus was een beetje lastig. En het lastige is bij de armen, ik heb niet heel veel bewegingsruimte omdat ik op de slaapkamer sport. Dat hebben jullie natuurlijk gisteren kunnen zien. Want in de woonkamer dan komen de katjes er steeds bij. En op zich is het hartstikke gezellig, maar het is heel onhandig omdat ze steeds op mijn matje komen en ik dan de oefeningen niet kan doen. Dus dat is een beetje een nadeel. Maar deel 2 viel me wel zwaar, dus ik had wel weer even wat meer spierpijn. En het viel me gewoon vandaag weer even wat zwaarder. Maar dat geeft niet. Vandaag weinig op de planning. Ik wil even het nieuwe hoesje om mijn horloge doen. Dat kan ik hier even bij zetten.
En ik ga gewoon foto's maken en misschien nog even wat knutselen, maar dat weet ik niet. Ik heb wel de ramen openstaan, omdat ik toch nog ergens de hoop heb dat mijn temperatuur nog wat lager gaat in huis. Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel frisjes vind. Ik draag nu ook al een paar dagen gewoon weer een lange broek 's avonds. In huis nog niet, maar ik denk dat ik vanaf morgen weer gewoon een lange broek ga pakken. Want het is nu gewoon zo lekker afgekoeld dat het prima kan. Voor de rest heb ik gisteravond All Together Now gekeken. Maar ja, omdat je het toch al gezien hebt, is het toch wat minder leuk als dat je het de eerste keer ziet. Maar ja, er is niet zo heel veel wat ik momenteel leuk vind. Daarna heb ik eventjes Van God Los gekeken. Die kende ik ook al wel, maar dit was ook wel een hele heftige. Dat ging over een groep meiden, zeg maar. En wat ik wel merkte, omdat ze van niet-Nederlandse afkomst waren. Ze hadden wat strengere ouders bijvoorbeeld. Maar die groep die had steeds ruzie. Dat ene meisje had een Nederlands vriendje. Of in ieder geval een jongen die ze leuk vond. En toen ging een ander meisje, die ging met hem een beetje chillen en zo. Om het maar even in die termen te zeggen. Toen werd ze helemaal boos. Want toen wilde ze steeds dat meisje spreken. Maar toen gingen ze het via die vriendin spelen. Want ze hadden het nummer van dat meisje niet. En zij zei van ja, ik geef dat nummer niet en zo. Dat meisje wilde ook niet, zeg maar. Die met die jongen had gechilled, die wilde met die meid niet praten. En dat meisje die ze steeds lastig vielen, die woonde op haarzelf. En die gingen ze naar haar huis toe. Het scheen dus dat zij borderline hadden. Zij heeft die, omdat hun best wel ver gingen, die meiden voor die deur. Ze sloegen een raampje in, ze gooiden een pakje sigaretten. Een leeg pakje die ze in de brand hadden gestoken, gooiden ze naar binnen. En toen was het op een gegeven moment zo zat. Ze had de politie al gebeld, maar dat duurde heel lang voordat die kwamen. Toen heeft ze die meid met een mes neergestoken. Dus dat was best wel heftig. Die was ook overleden. Uiteindelijk moest zij een paar jaar de cel in. Ik weet niet op welke moord deze gebaseerd was. Maar hij was wel heftig. Dat zal maar vies zijn. Nathalie die had gelogeerd bij mijn moeder. Ik had hem gisteren ook nog even gebeld. En het mooie Jelente steeds op de achtergrond huilen. En mijn moeder ging een flesje geven. Nathalie die heeft nu een golfapparaat. Die kan nu golven, zeg maar. Waardoor het ook gewoon handig is om een flesje te kunnen geven soms. Vooral ook als de tijd weer aankomt dat zij weer moet gaan werken. Ja, dan zal ze het ook van de fles moeten hebben, Lente. Maar ja, je hoorde er steeds een beetje pruttelen op de achtergrond. En ze drinkt niet heel snel uit het flesje, maar dat is ook prima. En dat was wel schattig. Er zit in ieder geval wel geluid in. Dat is één ding wat zeker is. Dat was een beetje mijn avond. 13 geboden gekeken. Ik heb vanavond de laatste uitzending. Ik ben heel benieuwd of ze de daad er uiteindelijk gaan pakken. Dus dat was spannend. Ik heb Smeres gekeken. Dat was ook mooi. Dat was verder mijn avond. Ik heb al wat aan de vlog gedaan. Dat is ook wel lekker. En nu ga ik even stofzuigen. Ik heb mijn teennagels gisteren even gelakt. Vanavond doe ik mijn vingernagels weer. Straks even foto's maken. En verder, eigenlijk wel een beetje een relaxed dagje. Vind ik ook wel even lekker. Morgen komen ze van de ketel. Sorry. Dat zijn altijd van die dingen die ik niet zo leuk vind. Omdat het ongewoonte is. Je hebt een vreemd iemand over de vloer. Maar ik heb die afspraak echt al een paar keer verschoven. En ik hoop nu dat het goed gaat, want de laatste keer dat ze echt daadwerkelijk gingen komen, toen zijn ze weggereden zonder dat ze bij mijn deur zijn geweest. Ik hoop dat het dit keer goed gaat. Dus het is even afwachten. Maar ik hoop dat ze een beetje op tijd zijn, dat ik daarna ook nog even alvast een video kan opnemen en nog even lekker wat kan knutselen. Want ja, je kunt niet heel veel ondernemen als die mensen komen. En dinsdag komt mijn vader een lamp maken in de douche. Een goede lamp. Dus dat waren eventjes de nieuwtjes. Ik ga even stofzuigen. Een tijgertje ligt hier lekker op de bank. Op een kleedje. Ik leg tegenwoordig hun eigen kleedje op de bank. Dat ze graag op de bank liggen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Nu lagen ze staan op te slapen. Muis en Mickey. Muis en tijgertje. Mickey slaapt daar. Ik dacht die zit vast boven. En ik wil boven eventjes nog wat boodschapjes zetten. Dus dat is even de planning. Ik ga even wat doen. Thank you.
De fotodingetjes. Ik ga deze lipsticks ook nog even reviewen op mijn blog. Je hebt ze al in een video kunnen zien, maar ik wil er ook nog graag een review over schrijven. Het oogschaduwpaletje van het Kruid, wat komt een review van online. En dit nagellakje, dit is de Galactic Glow Translute Effect Nail Lacquer van Catrice. In de kleur 02 Enchanted By. Dus hier ga ik even foto's van maken. Ik ga eerst even wat drinken en dan ga ik de spullen klaarzetten en dan ga ik dat even doen. Dus is even de planning. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik ben een beetje ingekopt. Ik heb ook een beetje hoofdpijn. De foto's zijn klaar. Ik heb ook het allemaal al weer opgeruimd. De fotospullen, dus dat is prettig. Ik heb nog even wat geknutseld. En voor de rest eigenlijk wel een prima middagje. Fijn dat het hoesje op mijn horloge zit. En ja, het was eigenlijk verder wel relaxed. Toch wel even bezig geweest, maar toch ook wel op een relaxed manier. Dat was wel fijn. Ik heb net even alvast kleren gepakt voor morgen. Zodat ik morgen niet naar boven hoef. Zodat ik gewoon gelijk laat wassen in de kleren kan. Omdat ze natuurlijk dan morgen komen. Voor de rest ga ik zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik even nog een aflevering van Flikken. En ik heb Witsen opgenomen gisteren. Dat ga ik kijken. Ga even aan de foto's werken voor het artikel van morgen. En dat is het ook eigenlijk wel. Verder niet heel veel bijzonders. Gewoon even een basic avondje. Ik heb lekker zo'n grote schnitzel waar ik van ga genieten. Maar verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik ga wel de 13 geboden kijken, dus laatste aflevering en Rex vanavond. Dus ik ben wel even heel benieuwd hoe dat met die serie afloopt. Maar goed, ik ga nog even lekker relaxen en ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 24 augustus, dus ik ben klaargemaakt. En ze zijn net geweest voor de ketel, dus die is weer helemaal schoon. Dat is fijn. Althans, hij was helemaal niet vies. Hij was nog heel schoon. Maar het bleek dat er in 2017 een nieuwe ketel is opgehangen. Dus deze hangt er ook pas 3 jaar. Dus die is gekomen voordat ik hier kwam wonen. Dus dat was allemaal prima. Het is nu nog lekker vroeg. Dan kan ik zo stofzuigen en gaan filmen. Ik heb nieuwe kleding aan. Ik baal alleen een beetje. Mickey heeft heel erg tegen mijn broek aangelegen net. Dus ik heb nu mijn nieuwe broek aan van de Lidl die ik laatst heb gekocht. Hij zakt alleen een beetje af. Dus dat is die en mijn Friends t-shirt. Dus ik vond het wel leuk. Ik had er straks even een vestje overheen aan, want ik had het koud. Maar nu had ik het weer wat warmer gekregen. Dus ja, ik ben een beetje wisselachtig, maar ik vind het een leuke outfit. Mijn horloge om, weer even het andere bandje erom en het nieuwe kapje, dus dat is ook top. Ik heb even een paar dingetjes gekocht op AliExpress, want er was nu korting en er waren wat dingetjes die ik graag wilde hebben, dus die heb ik even besteld. Dus dat is ook allemaal prima. En dat was het eigenlijk wel. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb een aflevering van Flikker Gent gekeken. Daarna heb ik Witsen gekeken. En ik hoorde al van Nathalie dat er iemand in dood ging. Dus die wilde hem niet kijken. Want mijn moeder die had het ook opgenomen. En toen zei ze, ja, we gaan lekker samen kijken. Maar toen zei ze, oh, deze aflevering, haar gaat dood. Ik wil het niet zien. Dus die heeft hem verder niet afgekeken. Dus ik denk, mijn moeder hem zelf nog gaat afkijken. Ik had er niet zoveel moeite mee, moet ik zeggen. Sommige series, daar kan ik ook echt wat tranen bij krijgen. Maar dat had ik bij deze niet. Hier wordt van alles van de bank afgegooid. Ik heb wel mijn nagels gedaan. En ik vind het echt een heel tof resultaat. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gedaan. Ik heb namelijk gisteren heb ik jullie een lakje laten zien die ik ging fotograferen. Die heb ik ook direct gebruikt. Maar het is een transparante lak met een glittertje erin. Dat had ik al gezien. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb allereerst gewoon een basiskleurtje aangebracht. Deze, de Color Boost High Pigmented Nail Paint van Essence. Dit is de kleur 05 Instant Party. Die heb ik dus als basiskleur gedaan. En daar heb ik dus deze glitter overheen aangebracht. Dit is dan de Galactic Glow Translute Effect Nail Lacquer Sheer.
in de kleur 02 Enchanted By. Die hebben jullie gisteren kunnen zien, die ging fotograferen. Dat geeft dan dit resultaat, een heel subtiel glittertje erop. Ik vind het heel erg leuk. Op mijn gewone nagels wilde ik hem niet doen, want dan zie je mijn nagels erheen. Dat vind ik niet zo mooi, maar over een kleurtje heen vind ik hem heel tof. En toen keek ik gisteravond de 13 geboden. Laatste aflevering. Het was natuurlijk de vraag, wordt degene die de dader is, wordt hij ontmaskerd? De laatste aflevering viel me eerlijk gezegd een beetje tegen. Die rechercheur die wist ineens, ging ze met een foto van de vermoedelijke dader, ging ze langs mensen. Ken je deze persoon? Ik hou het een beetje vaag omdat ik dus niet wil spoileren. Want misschien willen jullie de serie zelf nog kijken. En dan zou het niet leuk zijn als je weet wie de dader is. Maar goed, gisteren ze eens langs met die foto. En toen gingen ze ineens die dader confronteren. Van waarom heb je het gedaan? En ik vond het allemaal heel vaag. Ik vond het heel jammer dat je niet wist hoe zij ineens bij die dader terecht kwam. Dat was voor mij een groot vraagteken dat ik dacht van, hoe kom je daar nu bij? Toen had ik ergens nog de hoop dat de dader zou vragen, hoe ben je bij mij terechtgekomen? Dat deden de dader niet. Dus dat vond ik al heel erg jammer. Het werd mij ook niet helemaal duidelijk waarom de daden zijn gedaan. Waarom de dader de dingen deed die hij heeft gedaan. Dat vond ik ook een vette tegenvaller. En uiteindelijk, ja, ik zal de afloop niet verklappen, maar het viel me heel erg tegen. Ik bleef met te veel vraagtekens zitten, waardoor voor mij de serie dan weer een beetje wegvalt. Want als ik een serie kijk, wil ik gewoon echt duidelijkheid hebben. Ik wil weten waarom is er gedaan, wat er gedaan is, hoe kom je bij een dader terecht. En dat merk ik wel, dat was gewoon altijd bij Baantje, was dat altijd heel duidelijk. Hè? Aan het einde van de aflevering zag je ze met z'n allen aan tafel zitten. En deed de kok nog even zijn verhaaltje. En legde die vaak ook uit hoe die bij de dader terecht kwam. In Flikker Maastricht is het eigenlijk altijd wel mega van tien keer wel duidelijk hoe ze bij een dader terechtkomen. Waarom de daden zijn gedaan. En dat zijn bij andere politie-series vaak wel het geval. En dat vond ik bij deze gewoon zo onduidelijk. Waardoor het voor mij toch een beetje een zwart randje heeft gekregen. Omdat ik eigenlijk best wel heel positief was over de serie. Ik vond hem mooi opgezet. De laatste aflevering viel me toch echt wel tegen. Dus dat was heel erg jammer. Ik moet dan ook vanavond op zoek naar een nieuwe serie. Dus ik ga gewoon vanavond al een beetje even rondkijken van, ja, wat is iets voor mijn genre? Wat zou bij mij passen? Wat ga ik leuk vinden? Dus ik hoop dat ik een serie ga vinden. Dat zullen jullie morgen horen. Ja, en ik heb Rex gekeken. Ik heb foto's bewerkt. Dus dat was ook eigenlijk mijn avond. Verder niet heel bijzonder, maar gewoon lekker basic. Dus dat was prima. Ik heb ook lekker gegeten. Dus ja, het was eigenlijk allemaal goed. Ik ga nu stofzuigen en de video opnemen. En dan ga ik daarna bullet journalen. En daar ga ik jullie dan bij zetten. Dus dat is even de planning. Dus daar gaan we maar eens even aan beginnen. Zo, ik heb inmiddels mijn vestje weer even aangetrokken. Ik had het wat frisjes. Ik heb mijn lichte hoofdpijn en mijn nagel wat beschadigd. Dus ik heb de lak er even afgehaald. Ik ben gelijk in mijn rolstoel. Dus die ga ik straks even opnieuw doen. Ik heb in ieder geval wel even dingen kunnen doen die ik wilde doen. De video duurde wel iets langer dan ik in mijn hoofd had. Maar die staat er wel op. Dus ik hoop dat het een beetje goed is gegaan. Toch nog even geknutseld. Nog even kort gebeld met Nathalie. Dus ja, op zich was het een prima dag, maar ik voel al heel erg mijn spieren door de nieuwe sportoefeningen. Dus dat is even wat minder, mijn rug en zo. Maar dat gaat wel weer over. Vanavond kijk ik voor hetzelfde geld, vind ik leuk. Twee keer de quiz en ik moet mijn artikel schrijven. En ik moet ook even van Swoots werken voor het artikel van morgen.
Misschien dat ik er wel eens een beginnetje mee kan maken, maar dan moet ik even kijken. Dus dat staat er in ieder geval op de planning. Vanavond een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik weet nog niet welke, dus daar moet ik nog even naar op zoek. En ik heb Rex, dus verder eigenlijk een basic avondje, niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Morgen is mijn vader hier tussen 10:30 en 11:30, dus dan kunnen we even die lamp doen. En dan is dat ook weer klaar. En dan ga ik nu nog even lekker relaxen, straks even lekker koken en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 25 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ben de deur al uit geweest. Mijn vader is ook alweer naar huis toe. Want wij gingen eventjes een lamp maken. Die moesten we nog in de douche. Die moesten we nog even halen. Mijn vader zou er tussen 10:30 en 11:30 wezen. En hij belde iets voor 10 al op dat hij er al bijna was. Of ik dan nog weg moest. Ja, want ik moet een lamp hebben. Dan zijn we in eerste instantie even naar de Action geweest. Om te kijken of ze daar geschikte lamp hadden. Ze hadden wel lampen, maar niet geschikt voor de badkamer. Ik had sowieso eventjes ook wasmiddel nodig. Dus die heb ik wel eventjes gehaald. En toen moesten we dus even door naar de IKEA. En ik moet zeggen dat het me weer wederom weer verrast. Dat mensen niet lezen of mensen toch denken dat ze de regels kunnen overschrijden. Wat ik nu heel opvallend vond is... Bij de IKEA kun je natuurlijk zelf scannen, maar je kunt ook naar de reguliere kassa. Meestal kies ik voor de zelfscan, want het is gewoon, gaat gewoon makkelijker. Er staat ook gewoon altijd iemand bij, die controleert ook een beetje of dat je alles scant. En als er problemen zijn, dan kunnen ze je helpen. Stel je voor, je scant een artikel 2 keer, dan moet iemand komen helpen om het af te halen als je het maar 1 keertje hebt. En er stond ook een heel groot bord. Je mag met 2 personen maximaal naar binnen eigenlijk. Er stond er ook echt een bord, 1 persoon per kassa. Dus stel je voor je bent met 2 personen, maar de ene die heeft gewoon niks. Die moest binnen met, via kassa 8 of 9 kon diegene dan buiten zelfscan wachten tot je klaar bent. En dan kon je gewoon naar buiten. Nou, dat was prima. Maar toen was er dus een gezin... En die vroegen, mogen wij bij de zelfscan? Nee, zei die vrouw, want dat staat ook duidelijk op het bord aangegeven. 1 persoon per zelfscankassa. Zo moet je bij de reguliere kassa zijn. Dat er dan toch nog mensen zijn die toch nog even proberen om toch even die zelfscan mee te pakken. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat had ik niet helemaal... Nee, die had ik niet helemaal helder. Dat vind ik dan denk ik van ja, het staat zo duidelijk aangegeven. Ze proberen het toch mogelijk te maken door een zelfscan open te gooien. Dat je dan gewoon alleen daarheen kan. Dat er dan toch nog zo moeilijk wordt gedaan. Dat mensen dan toch denken, oh, ik kan er wel eventjes voorbij. Nou, goed. Dat is dat. Ik vond het ook nog best wel druk bij de IKEA. Maar weet je wat het nadeel is? Je moet de hele winkel door. Je kan niet zo eventjes, als je weet van ik moet op die of die afdeling zijn. Je kan daar niet zo heen lopen. Je moet de hele winkel door. Ik heb uiteindelijk een lamp. Ik heb eventjes... Ze hadden geen plafonnière. Ik wilde gewoon een plastic plafonnière. Die hadden ze niet. Dus wat heb ik nu voor lamp? Ik heb nu zo'n lamp. Prima. Een lampje van 5 euro. Weet je, een kap. Het is prima. Het plafond ziet er nog steeds niet uit. Die moet ik nog steeds een keer schilderen. Maar ik weet niet of dat nog gaat gebeuren. En ik heb een plank. Dat wilde ik heel graag boven het toilet. Zodat de verfrisser erop kan. Dat ik een paar dingetjes op kan zetten. Dus dat heb ik in ieder geval. Muis, kom je uit de douche of blijf je daar? En wat ik even heb gehaald, dat is een rek. Ik heb al boven 2 van deze rekken. En deze gaat in de keuken. Die ga ik van het weekend in elkaar zetten. Dus jullie zien in de volgende week hoe dat er dan uitziet. Dan ga ik de keuken een beetje reorganiseren. En daar heb ik een hoes omheen. Zodat het niet, zodat de katten niet erbij kunnen. En dat het niet zo stoft. Ik wil hier bijvoorbeeld ook mijn handdoekjes op gaan leggen. Want die liggen nu allemaal boven. En dat is gewoon allemaal vervelend. Dus dat is allemaal gelukt. Daarnaast... En we hebben het eventjes opgehangen. Dus toen was het klaar. We hebben even koffie gedronken. En toen ging die ook weer. Kon die tuin nog even wat dingen doen. Dus dat was prima. Gisteravond heb ik gekeken naar Voor Hetzelfde Geld. Heel leuk. Die mensen hebben ook een bod gedaan op het huis. Ik vond het tweede huis zelf wat mooier. Maar hun hadden gekozen voor het derde huis. Dat was ook wel een mooi huis. Was iets kleiner. Nou, op zich prima voor een gezin hoor.
Maar voor hetzelfde geld hadden ze dus een iets groter huis kunnen hebben. Huis 1 was nog groter, maar dat vond ik niet zo heel mooi. Want het was echt een hele gedateerde woning van voor de oorlog. En die had de badkamer beneden. En ik denk toch echt wel als je een gezinswoning koopt, dat je toch wel fijn hebt om de badkamer boven te hebben. Tenzij je ouder wordt. Mijn oma die heeft een eengezinswoning en die hebben eigenlijk altijd de badkamer beneden gehad. Ja, en nu is het gewoon heel handig. Weet je, nu wordt ze wat ouder. Nu is het gewoon heel fijn dat de badkamer beneden zit, omdat ze niet meer boven komt. Maar ik zou zelf toch wel fijn vinden om de badkamer boven te hebben. Nou, dat hadden ze dus wel in het derde huis. Daar zijn ze gaan proefwonen. Het viel allemaal prima. Alleen het plaatsje was wel heel klein, dus ze twijfelden heel erg. Die man die was toch wel heel erg verknocht in Amsterdam. En die had toch wel zoiets. We hebben zoveel herinneringen in ons appartement. En die vrouw die was gewoon iets makkelijker. Die zei, ja, maar je gaat hier ook weer nieuwe herinneringen maken. Dus ja, ze hebben een bod gedaan. Was ook geaccepteerd. Dus die gingen naar dat huis toe. Superleuk. Het quizje gekeken. Daarna heb ik mijn foto's bewerkt. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik vind het nog steeds vervelend dat de datum er niet bij komt te staan. Ik moet hier echt nog even mee aan de gang. Maar ik weet even niet zo goed hoe en wat. Maar oké, het is allemaal gelukt. Ik heb een nieuwe serie gekeken. Dat heet Phoenix. Als ik het goed zeg. Het lijkt een beetje op Undercover. Het is ook een Nederlandse serie, maar het zit ook wel het Vlaming in. Het lijkt een beetje op Undercover, maar ik heb al 1 aflevering gezien, dus ik kan er ook niet zo heel veel van zeggen. Het is ook 1 seizoen met 8 afleveringen, dus ik ga vanavond aflevering 2 kijken en ik zie wel wat ik ervan vind. Ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, behalve dat het ook wel om de drugswereld gaat en er was een meisje ontvoerd, daar begon het mee. Ik moest wel echt even inkomen. Ik heb Rex gekeken, dus dat was een prima avondje. Ik had lekker gegeten, dus allemaal dik prima. Nu ga ik zo de kattenbakken doen, de gang en de douche. Je moet een hele grote beurt hebben, want er ligt allemaal zaagsel van het boren natuurlijk. Mijn vader vroeg ook van, moet ik hem ophangen of ga je het zelf doen? Ik zeg, nou weet je, doe jij het maar, want jij hebt gewoon een betere boor voor in de voegen. Ik heb niet zo'n hele goede voegenboor, dus ik denk dat het toch beter als hij het ophangt. Weet je, hij is er nu toch en de lamp, dat viel ook eigenlijk allemaal wel mee. En dan kan ik van het weekend zelf mooi eventjes die kast in elkaar zetten. Dat is niet zo heel veel werk en dan ga ik van het weekend eventjes met de keuken aan de gang. Maar nu ga ik wat doen. Ik ga een muziekje aanzetten. Ik ga even een was aangooien. En dan zet ik jullie bij de douche er wel eventjes bij. Dan kunnen jullie ook zien wat ik op het plankje neergezet heb. Dus dat was verder mijn dag. Dus ik ga nu aan de gang. Inmiddels is het plankje ook ingericht. Ik heb er gewoon vocht toiletpapier opgezet, een spraybus en toiletdoekjes. Dus helemaal blij mee. De camera was leeg, dus we filmen even met de telefoon. En Mickey is net weer omhoog gegaan. Daar baal ik een beetje van, want ik had net alles opgeruimd. Toen bedacht ik me ineens, shit, ik moet nog een nieuwe chillbroek halen, omdat mijn vies was. Dus dat heb ik even gedaan. Maar toen is Mickey dus weer naar boven geglipt. Dus dat was even minder. Heel erg een voldaan gevoel. Groente is afgehaald. Ik heb de douche ook helemaal de tegeltjes geschrobd.
dat voelt echt zo lekker. Als ik nu de douche in kom, ruikt het nog lekkerder als normaal. Ja, ik kan daar heel erg blij van worden. Heerlijk weer, schoon. Gewoon dan heerlijk dat geurtje wat je ruikt. Gewoon heerlijk even de frisse lucht in huis. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik word er gewoon heel erg gelukkig van. Ik kan er heel vrolijk van worden, een schoon huis. Vanavond is de storm op komst. Ik weet niet of het hier ook komt. Ze zeggen dat het heel hard kan gaan waaien. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich uitpakt. Dus ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik weer de aflevering Fenix op Netflix. Ik ga een nieuw programma kijken. Dat is iets met tatoeages die ze gaan laten verwijderen op SBS 6. Ik weet niet precies hoe het heet. Kan ik nu ook niet opzoeken omdat ik ze even met de telefoon film. Maar het lijkt me wel interessant. Die mensen hebben dus spijt van de tatoeage en die gaan ze laten verwijderen. Ik zag al wel een voorstukje. Die man die had ook heel veel in zijn gezicht. Dus ja, die had een beetje moeite om een baan en zo te vinden. En dan snap ik wel dat je daar vanaf wil. Maar had je misschien moeten nadenken voor je het liet zetten? Ik weet nooit hoe het eruit ziet als je het weg laat halen. Of het resultaat heel mooi is. Omdat ik zelf iemand ben als ik hou ook van tatoeages. Al niet als iemand er helemaal onder zit. Maar ik denk wel heel goed na voordat ik iets zou laten zetten. Omdat het toch voor eeuwig op je lijf zit. Ik ga de quiz kijken. Ik ga eventjes de foto's verder afmaken voor het artikel van vanavond. En ook de foto's zul je voor morgen bewerken. Ik hoop dat ik de vlog nog even kan afmaken. En ja, vanavond heb ik verder nog commissaris direct. Dus het wordt lekker een chill avondje. Lekker straks eten en dan de bank op. Ik ga deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan erop het rondje te drukken met mijn gezicht, maar ook op mijn kanaal zelf. En als je daar het belletje aan zet, krijg je melding zodra een nieuwe video online komt. Het leuke wat ik nog even wil mededelen, ik moet nog 4 abonnees en dan heb ik het doel van dit jaar behaald. Dus super, super blij mee. Echt super leuk. Ik heb een doel van 100 abonnees per jaar en op 4 na heb ik die bijna bereikt. Dus super leuk. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien.